intocht in Jeruzalem. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit en zei tegen hen: ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele farizeeërs in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als ze zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen, terwijl hij hun toevoegde: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.